Goedemorgen broeders en zusters, ik wens u een heel gezegende week. Vandaag 21 augustus herdenken we de eerste zendelingen die uitgezonden waren vanuit Hernhout, waarover we het de vorige week gehad hebben en dat was in het jaar 1732. Deze week zullen we het hebben over de band die ons samen bindt als evangelische broedergemeente. En dan haal ik een liedvers aan van John Fawcett. Gezegend zij de band die onze harten bindt in christelijke liefde. De gemeenschap van gelijkgestemde geesten is zoals daarboven. Volgens het Johannes-evangelie bad Jezus Christus tot God dat zijn volgelingen één met hem mogen zijn zoals hij en de Vader één zijn. Johannes 17, vers 21. Eenheid is een belangrijke taak voor de kerk omdat de wereld de discipelen van Christus zal herkennen aan hun liefde. Johannes 13 vers 35. Maar eenheid betekent niet noodzakelijkerwijs uniformiteit. De apostel Paulus zegt dat de kerk als één lichaam is met verschillende leden in Corinthians 12. Daarom kan de eenheid van de kerk het beste worden omschreven als de eenheid in verscheidenheid. Dit geldt voor het leven van een gemeente, waar we gemakkelijk herkennen hoe verschillende individuen met verschillende gaven samenkomen om het lichaam van Christus op hun specifieke plaats te vormen. Hetzelfde geldt voor het leven van de evangelische broedergemeente als internationale denominatie. De Unitas Fratrum bestaat uit verschillende provincies, missiegebieden en gemeenschappelijke ondernemingen die één lichaam vormen. Er zijn veel verschillen, maar er zijn ook elementen en structuren die onze verbondenheid met elkaar uitdrukken en vergemakkelijken. Volgens de getuigenis van het Nieuwe Testament is christelijke eenheid een gave en een taak. Zoals het staat in de brief aan de Efeziërs, die spreekt over eenheid in het lichaam van Christus. Zo roep ik de gevangenen in de Heer u op tot de wandel die de roeping waarmee u geroepen bent. Waardig is in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop en uw roeping: één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van. Allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Ephesians 4, vers 1 tot 6. Met andere woorden, christelijke geloven weten dat ze één zijn in Christus, maar dat hun streven nodig is om deze eenheid zichtbaar te maken in het leven van de kerk. Tot zover voor vandaag. Ik geef u mijn hand. Dagteksten, maandag 21 augustus 2023, Jeremia 24 vers 7 Ik zal hun een hart geven om mij te kennen, dat ik de Heere ben. Ik zal hun een hart geven om mij te kennen, dat ik de Heere ben, Jeremia 24 vers 7 Het leerwoord gehaald uit Colossense 4 vers 3 Paulus schrijft Bid voor ons, dat God een deur voor ons woord openen, om te spreken van het geheimenis van Christus. Paulus schrijft, bid voor ons, dat God een deur voor ons woord openen, om te spreken van het geheimenis van Christus, Colossense 4 vers 3. Almachtige hemelse vader, u die ons wederom gewekt heeft, een nieuwe week geschonken heeft, dat wij mogen gaan en staan in uw glorie. Alle eer en glorie komt u alleen toe, o vader, u die heilig, heilig bent. En we danken u dat u ons een hart gegeven heeft om u te kennen. Dat u de Heere bent en anders geen. Zo willen we dat doorgeven aan elkaar. Om te beseffen wat een voorrecht het is om bij u te mogen horen, zonder schroom, zonder dat we ooit worden afgewezen. En we danken u dat we mogen bidden voor elkaar, dat we mogen bidden voor onze predikanten, onze bisschop en elke werker in uw wijngaard, zodat God een deur voor u open om te spreken over de geheimenissen van Christus. Vader, we danken u en we hopen en bidden dat u niet te vergeefs klopt op de deuren van onze harten. Onze harten staan open en we vragen u om over te nemen. Wij vragen u dat ook andere harten open gaan, zodat elke angst, elke depressie, elke twijfel, elk piekeren Verdwijnt in de naam van Jezus. Open ook de harten van elk kind, groot en klein. Vader, dat zij niet vallen onder het kwaad. Dat wij hen mogen leiden tot U. Dat wij hen mogen beschermen. Dat wij hen mogen opvoeden in Uw waarheid. Dat wij hen mogen leren wat het betekent om een christen te zijn. Hemelse Vader, ook de Ouderen brengen we bij u. en ieder die het gevoel heeft dat ze worden afgewezen, sta hen bij uw Heer. Ook de zieken, raak hun aan. Neem hen in uw machtige armen en genees hen, Heere. Dan zullen ze genezen zijn. Zo brengen we de jarigen en de vierenden, maar ook de jubilarissen. Een ieder die voor een nieuwe uitdaging staat. Een ieder die een nieuw plan heeft en het wil uitwerken. Mogen ze dat in uw naam doen. En zo geven we u onze agenda's, onze plannen, onze emoties en onze gedachten. Gaat u met ons, vader. En wilt u ons zegenen? In de naam van Koning Jezus. Amen. Ja, Amen. Uh oh.